Goedemiddag allemaal. Dit is weer Driver's Dream Live. De derde van het blokje van vandaag alweer. We gaan vandaag op de Amsterdam Motor Show in totaal 4 shows doen. 2 hebben we er al gehad. En zoek allemaal even een plekje. Ga alsjeblieft rustig zitten. Blijf achter de schermen. En ja, dan gaan we jullie iets laten zien en vertellen wat uniek is om bij elkaar te hebben. Zeker hier in Nederland, ook helemaal op de MZM Motor Show hier. Hebben jullie allemaal een beetje al wat goeds gezien? Wat leuks gezien vandaag? Nou, het grappige is dus, heel veel automerken, als je zegt, ja, maar wat staat er dan? Ja, dan zeggen ze Bugatti, Ferrari, Lamborghini, dat klopt. Maar wat je hier ziet, is dus geen Bugatti, geen Ferrari, dit is een Ford. En dan denk je, Ford. Is dat de Fiesta van mijn moeder? Nee, dat is het niet. Dit is, dames en heren, een unieke raceauto, de Ford GT. En dat begint allemaal met deze auto hier. En dat heeft wel te maken met Ferrari. Ferrari racete op Le Mans, op de beroemde Le Mans, op het circuit. En ja, Ford die heeft Ferrari uitgedaagd in die jaren. En dan praten we over de jaren 60. En Ferrari was heer en meester op Le Mans. En dat was Henry Ford, de eigenaar, een doorn in het oog. En die zei, ik ga een sportauto bouwen die Ferrari gaat verslaan. En dat is hem gelukt. 4 jaar lang, 1966, 67, 68 en 69, won de Ford GT op Le Mans. En waarom heet deze auto Ford, officieel Ford GT 40? Nou, dat heeft met de naam, hij is 40 inch hoog. En ik ben niet de kleinste. En hij heeft dus echt ook van die deuren. Ik pas hier gewoon echt niet in. Je moet echt maximaal 1,75 zijn om er goed in te kunnen zitten. En daar zit een V8. Die mogen we overigens niet starten, want we hebben hem naar binnen gerold. Dit is een originele raceauto. Als wij die nu starten, dan staat heel de rij blauw. En dat vindt Femke Halsema niet leuk. Dus dat gaan we dan maar niet doen. En dan moet je een beetje voorzichtig zijn met het beestje, want die pruttelt nogal en ja, die maakt echt een enorm lawaai en vooral heel veel walm. Maar dit is de originele Ford GT40 raceauto. En daar zijn er nog een stuk of 30, 40 van over in de wereld en dit is er één van. Eigenaar is David Hart, een fanatieke verzamelaar in Nederland. En Gert-Jan is er ook weer. En ja, de Ford GT, heeft toen die raceauto gehad. En ze hadden in de 21ste eeuw weer een beetje een imago boost nodig. Het ging wat minder met Ford en ze verkochten niet zoveel auto's. En toen zei iemand bij de marketingafdeling van Ford, laten we een raceauto gaan bouwen die geïnspireerd is op deze beroemde raceauto, op die Ford GT40. En in 2003 had Ford dus een imago boost nodig. Ja, en dit werd dit. Ja, Gert-Jan. Is dit ook niet de favoriete auto van Jeremy Clarkson? Nou, of het zijn favoriete is, weet ik niet. Jeremy Clarkson, de Top Gear presentator, heeft hem gehad. Niet lang, want hij had altijd ruzie met het alarm. En hier zit ook, ik zat net ook weer te pielen, er zit weer zo'n startonderbreker op. Ja, dat moet je wel even weten. Maar hij heeft hem een jaar, het is wel ook een van mijn grote favorieten. Want wat is hier nou zo leuk aan? Hij is handgeschakeld en achterin ligt nog een dikke, rauwe Amerikaanse 8-cilinder. 550 pk op je achterwielen. En ja, dit is roken, gaan, dwars. En ik zal je vertellen, ik heb hem een paar keer gereden, ook voor Driver's Dream. Hij is gevaar. Het is echt een linker auto. Het lijkt me ook heel eng, want ik zie je soms in auto's ook rijden. Dat ik denk van, is het niet Het soort spannend ook om in zo'n auto, in een soort kunstobject te rijden. Zeker als het wegdek misschien wat vochtig is of ja, het gaat een beetje harder dan normaal. Je moet weten wat je doet, want dit is, er zijn er heel wat al in de sloot of tegen een boom geëindigd. En er zijn er totaal 4000 van geproduceerd. En om je even een indruk te geven, daar is ongeveer nog de helft van over. Zo, dus dat geeft eigenlijk aan hoe gevaarlijk de auto is. Dit is echt, zeg maar, zo noemen ze dat, een widowmaker. De widow, ja. Je moet weten wat je doet. Dit is een hele gevaarlijke auto. Maar wel, ja, waanzinnig. Het geeft heel veel kicks om te rijden. Maar wat kost deze nieuw dan?
Deze auto kostte destijds in Nederland zo'n 250.000 euro. Maar dat was, dan moest je hem nog eventjes naar de Europese specs halen. Dus zeg maar dat je om en nabij de 300.000 euro was je kwijt. Maar ja, je kreeg hem eigenlijk niet. Hij was bedoeld voor de Amerikaanse markt. Ford is een Amerikaans merk. En uiteindelijk zeiden ze, was de vraag in Europa zo groot. Nou, toen zeiden die Amerikanen, ach, we geven die Europeanen ook een paar. Weet je hoeveel we er kregen? Nou, van die 500? 101. Ja. Dus er kwamen er 101 naar Europa. Dit is een van die Europese auto's. En ja, ze zijn inmiddels knijterduur geworden. Inmiddels praat je dus over, als je dit soort auto's wilt hebben, over een half miljoen. Over 600.000 euro voor een Ford. Er staat hier gewoon een rijtjes... Nou ja, vroeger was het nog een 200 en kap. Inmiddels een rijtjeshuisje in de omgeving. Maar er staat hier gewoon een complete woning. Ja, ja, ja. Qua waarde. En Ford is... daarom hebben we deze serie. Dat is uniek om te zien hier op de MC Motor Show. Om die serie bij elkaar te hebben. De originele Ford GT40, de raceauto. Zeg maar de herinterpretatie die ze toen hebben gedaan in 2003, 2004. En toen dachten ze van ja, we gaan het nu echt groot aanpakken. En we gaan een nog snellere en nog duurdere Ford bouwen. Wat is dit dan precies? Ook wel de vleugel erin? Ja, dit is uniek. Dit is zeg maar de nieuwste Ford GT. Daar hebben ze er maar heel weinig van gebouwd. Ik heb deze nog nooit in het echt gezien. Nee, dat zou goed kunnen. Dit is een. Er zijn er drie. Voor wie is de allereerste keer dat hij deze auto ziet? Kijk, zie je toch wel wat unieks hier gewoon op de catwalk? Er zijn er vier in Nederland. Eentje in het geel, dat is deze. Die staat gewoon op Nederlands kenteken, zoals je ziet. En ja, en dan ben je. Ja, ik zal het gewoon snel zeggen: 8 ton. Voor een Ford. Dat is bizar. En de vormgeving vind ik gaaf, maar wat hebben ze nou wel gedaan? Dat vind ik dan persoonlijk jammer. Dat, die blauwe, dat is die 8-cilinder. En hier zit dan wel een hele dikke 6-cilinder in. Ja, maar dan gaan we toch steeds meer heen. Hè? Het verdwijnt steeds meer van het toneel. Ja, we downsizing. Hè? We gaan dus zeg maar, het ziet er wel flashy uit. Maar deze is ook, hij heeft wat meer, laten we zeggen, elektronische hulpmiddelen aan boord. Hij is wat minder, die was echt link, deze. Dat is een Spartaanse gevoel wat je daar hebt. Ja, ze hebben deze wat braver moeten, ja, dat is niet het juiste woord. Maar ze hebben hem wat veiliger gemaakt. Hey, ik zie carbon wielen. Ja, carbon wielen. Ja, nou, dan ben je alweer... Wil je weten wat een setje wielen kost? Nou, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Wat zou zoiets kosten dan? 13.000 euro, een setje wielen, ja. Ja, nou jij weer. Dan koop je een complete auto voor in een normaal leven. Ja, carbon wielen. Deze spec van deze auto is werkelijk uniek. En ja, geweldig om hier te zien op de MC Motor Show. Wat weegt die dan ongeveer? En wat zijn een pk's, zeg maar, een verhouding? Nou, dit weegt zeg maar rond de 1500 kilo. En dat is niet heel zwaar, maar ook niet super licht hoor, voor een supercar. En dat komt ook... Deze is zeg maar wat luxe. Hij heeft airco, hij heeft goede stoelen. Dus hier kun je een goede toerrit mee maken. Hier kun je gewoon prima mee toeren. Als we met, met deze is het nog te doen. Als we nu naar Parijs moeten rijden, dan komen we er wel uit, maar een beetje gebroken. Dat is niet te doen, dan neem ik de trein. Ja, precies, dan pak je liever de trein, zegt hij. Nee, hier en welke is dan het allermeest nu waard als je deze alle drie... Toch deze, hè? Deze, ja, dit is deze heeft natuurlijk de Holy Grail, unieke racehistorie op Goodwood. Het racefestijn in Engeland wordt hier serieus mee geraced. Ja, dan gaat er gewoon voor een paar miljoen de baan op, want... Deze, ja. Dus we hebben gewoon drie generaties hier. Ja. Eigenlijk gewoon een soort familieportret. Ja, gaaf hè? Wauw. Nou ja, ik vond het even leuk om deze te laten zien. En wanneer zie je dit nou? Dit is de eerste keer dat ik deze combinatie ooit volgens mij zo in Nederland is vertoond. Nou, daarom. Dus. Primeurtje zo. Nou, dames en heren, dit waren de drie Ford GT's. We gaan deze weer terugduwen. De auto's ook die kant op rijden. En je ziet hem al een beetje op de achtergrond en je hoort hem al... Ja. Krijg in één keer flashbacks. Junior Strauss in the house. De compleet verbouwde Ferrari 458 GT2 Street Legal. Komt eraan. Even geduld. We gaan de Fords even wegzetten.
Ja, de eerste wordt gedaan, maar ik wil toch wel eventjes horen, hè. Hij lijkt stiekem wel een beetje op Jeremy Clarkson zo, toch? Zeker als je er zo in zit. Een beetje zo de Nederlandse Jeremy Clarkson. Kijk even. Als je wel gewoon op de driver streams in die video's, hoe ze te lachen en te doen. De Ford GT. Ja, schitterende combi. Junior Strauss, wel eens van gehoord? Nee? Wel eens gehoord van Amerika, NASCAR, die kant op een beetje. Daar is hij misschien nog wel bekender dan hier in Nederland. Het is iemand die niet alleen een hele mooie auto heeft, die ook helemaal kan verbouwen. Tot het extreme aan toe, dat gaan jullie nu ook zien. Maar hij kan er ook echt mee rijden. Ja, dit is weer lekker dat lekkere geschreeuw. Ja, dames en heren, mag een groot applaus. Junior Strauss! Ja, Jun, geweldig dat je er bent. Goedemiddag. Ja, ik geef de microfoon maar even aan jou, want ik weet hoe lang je hiermee bezig bent geweest. Dames en heren, dit is een Ferrari 458. Nou, dat is. Een Ferrari is normaal al best wel uniek. Een 458. Maar jij hebt er een one-off uniek project gemaakt. Namelijk een raceauto helemaal straatlegaal. Ja, klopt, Sjoerd. Dit is een 458 GT2. Ik heb hem op de laatste dag van 2019 gekocht. Deze auto stond op Koophart. Die was gecrashed. De hele voorkant lag eraf. En ik had gewoon een raar bot erop gedaan. Ik denk, ik heb die auto nooit. Nee. Toen ging ik naar Amsterdam, koken voor een paar vrienden, oud en nieuw, je weet hoe het gaat. En toen kreeg ik om 11:30 s'avonds een e-mail. Congratulations, you had the winning bid. En toen had je een wrak van een Ferrari eigenlijk, met een kapotte voorkant. Precies, met een kapotte voorkant. Maar dat was uiteindelijk fijn, want de raceauto die heeft dus een compleet ander chassis aan de voorkant. En dat dus een oudere meneer in Amerika er al helemaal afgereden. Dus dat kon ik er toen weer lekker opschroeven. Ja, je vertelt het nu allemaal makkelijk. Dit ding heeft bloed, zweet, tranen en 3 jaar, zeg ik het zo goed, dat je ermee bezig bent geweest? Ja, laatste dag 2019 heb ik hem gekocht. En hij was 14 december 2022 kreeg ik hem pas op Nederlands kenteken. Dus dat heeft precies 3 jaar geduurd. En hij heeft ook 3 weken bij de RDW gestaan om hem door de keuring te krijgen. Ja, want ik neem aan, je komt bij de RDW en je zegt: goedemiddag, dit is mijn Ferrari. Ik wou graag een goedkeuring en een kenteken erop. En kijk nou hoe breed die vleugel is en hoe heb je dat voor elkaar? Moest je ze omkopen? Nou, dat was een toestand. Hij moest eerst naar Duitse typegoedkeuring kreeg hij. Ja, we lopen even weg bij de uitlaat. We lopen even weg bij de uitlaat. Want... Misschien kunnen de mensen hier ook voor, en iedereen met de kamers, kunnen jullie even gaan zitten. Dat iedereen netjes in het publiek zit, het ook kan zien. Ja, thanks. Alsjeblieft even zitten. En zo is het geluid denk ik ook beter als dat monster even zijn mond houdt. Hoe heb je dit door de keuring gekregen? Eerst naar Duitsland. Duitse typegoedkeuring erop gekregen en toen naar Nederland en daar heeft hij 3 weken bij de RDW gestaan. En toen was het discussiepunt, steken die vleugels nou wel of niet uit? Want als je vanaf de zijkant kijkt, dan lijken ze uit te steken, maar als je hem in 2D bekijkt, dan steken ze niet uit. En dat was het discussiepunt en dat is uiteindelijk gelukt. En ik zie nog een grote inbussleutel voorop zitten. Wat is daar de functie van?
Ja, dat noemen ze een pitosensor. En die zitten ook op vliegtuigen, er zitten er 4 op. En daarmee meet je de luchtsnelheid. Op Max Verstappen zijn Formule 1 zit die ook. Okay. Op de raceauto zit die er ook op. En er zat dus een gat in de motorkap. En toen dacht ik, joh, waar is dat gat nou voor? Nou, goed kijken op de foto's van de raceauto. En toen dacht ik, oké, dat onderdeel mis ik dus. En ja, de RDW die heeft dat toch goedgekeurd. Oké. Hey, en nou ja, jij racet ook. We kennen je rijstijl. Je houdt een beetje van doorrijden. Heb je hem al echt een beetje flink mishandeld? 2 weken geleden heb ik hem voor het eerst op assen met deze brede velgen en de nieuwe veren die erop zitten, hebben we hem even goed kunnen knallen. En hij gaat zo verschrikkelijk hard. Het is gewoon de GT2 raceauto vol op straat. Hij gaat dus zeg maar nog harder dan de gewone 458. Ja, we hebben de motor getuned, volledige uitlaatsystemen, inlaat, alles eraan gedaan. En hoeveel pk? Want een 458 heeft uit mijn hoofd 570 pk. En waar zit deze dan nu op? Deze zit nu op 640. Hij is bij Carly Motors geweest, inlaat, uitlaat, beetje getuned. Geweldig, ja. Ja, Gert-Jan, heb jij ooit zoiets gezien op de weg? Dat je denkt nou ja, dat je de weg is, op mag? De eerste keer dat ik jou tegenkwam, toen was je nog een BMW-rijder eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. We hebben een M6 GT3. Ook een gecrashte auto uit Amerika die ik helemaal omgebouwd heb naar de raceauto. En ja, met de challenge meegereden. We hebben veel rallies samen gedaan, veel beurzen. Nou ja, daar zag ik je meestal schuin voorbij komen. En dat iedereen, ik bedoel, iedereen doet wel eens wat gek, maar je hebt hem ook echt onder controle. Want wat jouw verleden, voor mensen die dat niet weten, je hebt al wel wat geraced, hè? Klopt, ik ben nu met pensioen, zeg ik dat altijd. Maar ik was vroeger autocoureur in Amerika. Formule Renault kampioen, Formule Ford kampioen. In Amerika eigen raceteam gehad. IndyCar Lights races gewonnen daar. Indianapolis gereden, veel tourwagens geraced. En ja, nu heb ik een tankstation, wasstraat, autopoetsdingen met turtelwax. En mijn hobby is om straatlegale raceauto's te bouwen. De M6 GT3, daar is de motor van stuk. Mijn doel, mijn goede nieuwjaarsvoornemens waren om hem dit jaar weer op de straat te krijgen. Maar alles is zo verschrikkelijk duur bij Ferrari. Als je er al naar kijkt, alles wat je wil kopen kost minimaal 1000 euro. Dus ik probeer deze auto zoveel mogelijk af te krijgen. Zo'n auto is eigenlijk nooit klaar. Wat zou je er nu nog aan willen doen? Wat staat er nou nog hoog op je to-do-listje? Hè? Jeetje, ja, zoveel. Afgelopen week zat pas het stuur erin. Daar ben ik 2,5 jaar mee bezig. Oh, best handig geweest. Trouwens, een stuur. Nou ja, het race-stuur met alle mooie knopjes af en dingen. Er moet nog een bodemplaat op. Onder de motorkap en het raam moeten nog allemaal dingen 3D printen. En dat is wel kicken van deze tijd. Want er zijn maar 12 van deze auto's gemaakt in 2016 spec. En sommige onderdelen waren er gewoon niet meer van leverbaar. Ik heb er 2 jaar over gedaan om de hele bodykit bij elkaar te krijgen. Er waren onderdelen in Australië, Zuid-Amerika. En iedere dag kijk ik nog op internet voor de onderdelen die ik mis. En soms komen ze gewoon op internet. Want er is een raceteam failliet gegaan ergens ooit. En een monteur heeft dan een bumper of een vleugeltje of een dingetje meegenomen. En na een paar jaar komt dat af en toe op internet. En daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Maar door de techniek kun je nu gewoon dingen inscannen. Daarna 3D printen. Dan ga je kijken of het past. En dan maak ik het van Carbon Fiber. Dus ik heb een hele... Je zegt ik, hè? Want doe je alles zelf? Ja, ik doe alles zelf. Ik bouw de auto zelf, eigen brug. Vanuit de autoracerij weet ik hoe een auto hoort te rijden, hoe de dingen horen te zijn. En ja, dan ga ik net zo lang... Hij kan de hele dag doorpraten, denk ik. Ja, dat is een passie. Je moet hem onderbreken. Je moet hem onderbreken. Ja, Jun, hij staat nu uit, maar kunnen we hem nog heel even horen? Van Amsterdam een beetje wakker schudden. Wil jij niet even erin om een beetje te rappen? Kijk. Ja, maar dadelijk sloop ik de boel weer. Heb ik het weer gedaan? Moet ik even gas geven? Maar pas ik in die stoel? Ja, ik wil zeggen, pas ik nooit in. Past inderdaad. No way dat ik met mijn dikke kont hierin pas. Even proberen. Dit lukt je. Ja, kijk je naar aan. Dit is de mooiste content nog, jongens. Ja, dit is... erin lepelen, Sjoerd. Kom, presenter kom. Trying to get in a Ferrari. Nee, dat komt goed. Nou, benen erin draaien. Ziet er heel comfortabel uit, dit, hoor.
Maar dit is dus een van de moeilijke dingen. Want als je een raceauto ziet, er zit normaal een rolkooi in. En je moet telkens compromissen maken om er toch een soort van daily driver van te maken. Ik rij hier dagelijks mee naar de bakker, naar de keurslager. Ja. En mensen denken, joh, kan dat dan in zo'n raceauto? Ja, dat kan. Jum, blijf maar. Waar ga ik allemaal op? Mijn knieën, jongen. Het is wel handig, want ik druk echt 6 knoppen tegelijk in. Oh, dat is de... Druk op de rem. Oh, dat is dat nieuwe stuur natuurlijk. Op de rem, ja. Oh, kijk nou dat schermpje. Kan je dat zien, Kamer? Ja, het is echt alsof je gewoon hier in een videogame ziet. Een normaal interieur van een Ferrari, die heeft hier een paar klokken. Maar dit is compleet anders ook, alsof in een race. Nou, ik hoop niet dat ik nu met maat 45 alles tegelijk indruk. Maar dit is hem. Lekker, hè, dat schermpje. Kanonnen. Ja, gaat allemaal nog goed? Meer gas geven, Sjoerd. We zien geen vlammen nog. Kom. Nou. Ja, goed gedaan. Applaus voor Sjoerd, jongens. Ja. Applaus voor Sjoerd. Nou, ik ga eruit krijgen. Nou, bedankt jongens. Applaus ook voor Junior Strauss, mensen! Hoi. Oh, daar heb ik... Ja? Dan heb ik hem op een... Natuurlijk, goed gedaan. Gert-Jan, Jun, hij mag weer naar achter. Hoe laat is het, mensen? Het is gewoon altijd een beetje improviseren bij Driver's Dream Live. Die sleutel ligt op de... We hebben nu, normaal zit het wel een beetje zo, 20, 25 minuten... Zullen we er nog eentje doen? Of zeg je van het is mooi? Ja? 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 Voorkeuren? Wat? Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin. Nou, wat hebben we staan? Ja, Bugatti. Ja, ja die gaan we even zien. Bugatti. Geef me even 1 minuut. Ik ga wat fixen. Oh, ik ben benieuwd. Maar, ik denk niet dat het een Bugatti wordt, maar het wordt wel heel bijzonder. Ik zal een hint geven. Er zijn er maar 88 van gebouwd in heel de wereld. Oeh, dat is in ieder geval een mooi getal. 88 stuks. Ik ben benieuwd waar hij mee aan komt rijden. Je weet het niet. Live hier met Driver's Dream. Oh, en dat is... Oh, ja. Dames en heren, daar komt hij al. Gurb. Ik probeer een beetje te zitten, jongens. Iedereen gaat nu staan. Ik probeer vooraan te zitten. Dan kan de rest ook blijven zitten. Gerben, onze cameraman, editor van Driver's Dream. Rijdt hem eventjes weer. Geef hem applaus. Dit is, dames en heren, een unieke auto weer. De Aston Martin V12 Speedster. Het lijkt wel een kogel. Ja, dit is gewoon weer zo uniek. Nou, we zullen hem even uitzetten. Zo. Kunnen we even gewoon rustig praten? Heb je dit ooit gezien, Gert-Jan? Nou, ik weet ook niet wat ik erover moet vertellen nu. Meestal kan ik wel wat te vertellen over auto's, maar ik zou het niet weten. Nou, en de grap is, er zijn er 88 van in de wereld. En je zou denken om er eentje op de show te krijgen, dat is heel wat. Maar mensen die goed gekeken hebben, die hebben een tweede gezien. Klopt dat? En blauw, welke kleur? Blauw, inderdaad. Op het paddock daar, bij de Best of British, daar staat een blauwe. En die zou komen. En 2 dagen voor de show kreeg ik een belletje van de eigenaar. Maar vind je het leuk om ook een rode neer te zetten? Ik zeg, wees welkom. Ja. En daar kwam die, uniek. Aston Martin, het nobele Britse Aston Martin, bouwt echt bijzondere auto's. En hier zit ook nog een hele 5,7 liter V12 in. En dan, er zit wel een raam in, zie je dat? Ja, het is niet veel. Ik zie ook James Bond hier niet echt. Wordt toch lastig, denk ik. Nee, ja, dit type auto noemen ze een speedster. En een speedster heeft dan 2 stoelen en eigenlijk gewoon geen vooruit. En een dikke motor voorin. Het doet me een beetje denken aan de Mercedes die we net ook hebben gehad. Ja, die is daar ook op geïnspireerd. Ja, klopt. En ja, dit is gewoon zo uniek om te hebben. Er zijn er dus 4 in Nederland. Die blauwe dus, een groene, een rode en een zwarte. En dan hebben we het gemiddeld genomen, hè, gezien het aantal landen in de wereld, hebben we het 50% voor elkaar. Ja.
En ja, ik stel altijd weer de vraag, Gert-Jan. Kijk nog even in je kontzak. Wat kost dit? Ja, dit zijn weer van die... Heb je het over de nieuwprijs of wat die nu kost? Nee, de nieuwprijs. Gewoon een nieuwprijs? Ja, wat die nieuw... Dat, hij is een beetje gelijk, zeg maar. Was, help me even. Kijk, jullie hebben een Ferrari-petje op. Jullie weten er wat van. Wat moet zoiets kosten, denk je? Vijf ton? Een half miljoen? Dan heb je de helft, inderdaad. De helft was? Ja, maar moet even zaag pakken, dan krijg je de helft mee. Dan staat... Ja, dit kost gewoon een miljoen. Dat is bizar. Echt bizar. En ja, dit soort auto's, nogmaals, zie je nooit. Ja... Maar Aston... wat voor soort type koopt dan zo'n Aston Martin voor 1 miljoen als je daar ook zoveel andere... Nou, liefhebbers. Deze eigen, hij staat op Nederlands kenteken. We hebben er even het... Maar hier, kijk, deze man heeft netjes... Oh, is toch BPM opgetikt? Hij heeft netjes de BPM afgetikt. 125.000 euro, waarom ook niet. Boom, klats, alsjeblieft. En ja, hij houdt ervan om met dit soort auto's te rijden. En deze auto wordt standaard geleverd, dat zul je begrijpen, met een helm. Want het is vliegen en stenen vangen tot en met. Heb je ook standaard het weerbericht erin staan? Dan moet je even op je telefoon kijken. Maar, Als het gaat regenen, dan... Nee, je moet echt naar het weerbericht kijken. Want, en zeker in Nederland, waar het wisselvallig is. Als je 's morgens denkt, nou, lekker zonnetje. Dat kan en wel. Dan heb je een klein probleem. Ja, dan wel, hè? Ja, dat lijkt mij ook wel, ja. Nee, ja, dit is gewoon uniek en wilde ik nog even laten zien. En een heel stomme vraag, hè, misschien. Maar jongens, wie denkt dat de motor voorin zit? En wie denkt dat de motor achterin zit? Want het is een beetje gelijk. Nee, in dit geval zit hij voorin. Hij zit hier gewoon voorin. Je ziet ook dat die neus wat langer is. Hier zie je ook de koelgaten, die zijn van carbon. Hier zit gewoon de 12-cilinder. Met Aston Martin heb je eigenlijk altijd, ja, behalve met die Valkyrie die er staat. Ja. Maar er zit gewoon de motor voorin. En ja, het is gewoon een uniek merk, Aston Martin. Hè. Bekend gewoon natuurlijk door James Bond. Maar ja, je ziet ze zelden tot nooit rijden. Ja. Heb je er zelf ook wel eens mee gereden, echt, op de openbare weg? Ja, maar ik had toen geen helm. En ik kan je vertellen, ik zag zwart van de vliegen in 3 seconden. Maar, dus er was... En stenen... Was, nee, dit moet je met een helm rijden, want je krijgt gewoon... Kijk, zo'n klein steentje, normaal voel je dat niet. Maar als je 100 rijdt, pats! Dan moet je even een nieuw oog gaan halen. Dat is weer ook weer zonde. Nou ja, dit was Driver's Dream Live voor deze keer. Ik wilde deze gewoon nog even uitpakken als cadeautje erbij. En om 6 uur, de laatste show... van de dag.